Maar ik denk dat iedereen wel beseft hoe belangrijk onderzoek is naar kanker. Helaas de ziekte overal om ons heen. Iedereen heeft te maken met kanker. Waar we allemaal zo'n verdriet van hebben. Om een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Sta op tegen kanker! Didi is een echte vrouwenbedrijf en 1 op de 8 vrouwen treft borstkanker. En daarom vinden wij het heel erg belangrijk om het KWF te steunen. Iedereen heeft wel te maken met kanker op een of andere manier. Je kennis springt op het zelf gehad, je bent een overleveraar of zo. Ja, het is gewoon een doel wat ons naast het hart ligt en wat ons allemaal aangaat. Dus dat was vanzelfsprekend. Wij zijn ingehaakt met de armbandjesactie voor de borstkankermaand. Dat was een actie die op dat moment bestond en voor ons een mogelijkhed bood om op een hele snelle manier de samenwerking met KWF aan te gaan. Wij hebben een assortiment boeketten die speciaal gelinkt is aan KWF. En als de consument daar direct op de internetsite dat boeket bestelt, dan gaat 15% van de waarde gaat direct naar KWF toe. Wat nog 5 keer? 181, eenmaal, onderband! Onze medewerkers graag sowieso betrekken bij een goed doel, wat ook bij het feit dat we als bedrijf ooit begonnen zijn. En dan stimuleer je medewerkers wat te doen en dat te veilen en zo geld op te halen. 120 euro! Ik ben natuurlijk zelf van de directie, dan wil je juist dingen gaan doen die de medewerkers leuk vinden om te doen, omdat het nog lol geeft om dingen te doen en tegelijkertijd geld op te halen. Vijf jaar geleden is dat begonnen met de verkoop van het geluksarmbandje, het roze geluksarmbandje van KWF Kankerbestrijding. En intussen verkopen we naast dat roze armbandje, verkopen we ook een eigen speciaal ontworpen modeartikel in onze winkels. En dat vindt plaats tijdens de borstkankermaand in oktober. Wat we hier met name doen is pannenkoekenbak. We hadden bedacht van nou laten we eerst een leuk gimmickje verzinnen, een muntje. En waarom noemen we dat niet het heitje naar de boerderij, de heikamp. Dus hebben we verzonnen dat mensen dat ook kunnen doneren als liefdadig heitje. En voor elk gedoneerd heitje maken wij 1 euro over aan het desbetreffende goede doel. Maar het feit om samen iets te doen voor een goed doel geeft ook wel een beetje teambuilding meteen. We zijn er wel gelukkig mee dat we daar op die manier een manier hebben gevonden dat we zelf iets doen. Ook onze gasten de keuze geven om iets te doen en daarmee als bedrijf ook verantwoord ondernemen. Ik vind het geweldig dat spelers, trainers, begeleiding, maar daardoor ook alle supporters bereid zijn om een steentje bij te dragen aan de verschrikkelijke ziekte, de bestrijding ervan. Ja, dat is wel een succes, omdat de consument eigenlijk op een hele makkelijke manier de mogelijkheid heeft om zijn bijdrage te leveren aan een goed doel. En je ziet dat toch wel heel goed effect heeft.